hier op de ijsbaan. Het is nog vroeg. Officieel is de ijsbaan nog niet open. Maar we zijn hier omdat wij, en dat kunt u waarschijnlijk ook wel zien op de achtergrond, zien we een paar mensen schaatsen. En die zijn belangrijk op carnavalsmaandag. Waarom dat ze belangrijk zijn, dat hoort u. Tegenover mij zit Elke Cornelissen en Gerrit van der Straten. Elke, jij bent geboren en getogen in Oosterwijk? Ja, dat klopt. Ja, gewoon, al heel lang? Ja, ik ben nu 28, dus 28 jaar in Oosterwijk. Dus jij bent eigenlijk een van de jongste bruiden, denk ik nou ineens aan? Ja, dat heb ik gehoord inderdaad. Ja, klopt. Heb je altijd in Oosterwijk gewoond? Ja, ook altijd in Oosterwijk gewoond. Ja, verschillende adressen en nou de laatste jaren op Majoraan. En wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met carnaval? Nou, ja, van kleins af aan eigenlijk. Ja. Heb je het een beetje van huis meegekregen? Ja, mijn ouders, vooral mijn vader, is wel een echte carnavaller. Ja. Gerrit, ben je ook in Oosterwijk geboren? Nee, ik ben niet in Oosterwijk geboren, maar op mijn zesde zijn we hier naartoe verhuisd. En sindsdien altijd in Oosterwijk gewoond. En woon je hier ver vandaan dan? Nee, in Sint-Oederode. Oh, in Rooi? Ja, in Rooi, ja. En inmiddels ben je wel een echte Oosterwijker? Ja, ik denk het wel, ja. En hoe lang doe jij al aan carnaval? Ik was vrij jong nog. Het is in 89 of zo. Toen hebben we in de optocht meegelopen en in de Raad van 11 in de jeugdraad gezeten. En sindsdien eigenlijk altijd met carnaval meegedaan. Zit het bij jou ook in de familie? Nee, maar nee, in de familie wordt er weinig gecarnavald. Maar jij mocht het wel? Ik wel, ja. Elke, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben juf. Ik sta voor de kleutergroep op basisschool De Molenhoek. En ben je alleen? Ben je nog solo juf of niet meer? Op het moment duo-juf. Ik ben natuurlijk zwanger. En ik woon samen met Mark Lafrijsen. En je woont dus nog steeds in Oosterwijk? Ja, inderdaad. We zitten nu midden in de verhuizing. Dus ja, we gaan van een appartement naar een huis. Oh, dat is wel heel leuk dan in deze tijd. Dan heb je druk en met dit en met verhuizen. Dus je kunt nergens niet meer vinden waarschijnlijk. Nee, alles kwijt inderdaad. Ja. Wat zijn je hobby's? Ik speel graag toneel. Ik zing graag. Ja, verder de damesdingen zoals winkelen en zo, hoort er ook wel bij. Kost geld, hè, weet je? Ja, inderdaad, klopt. Gerrit, wat doe jij voor de kost? Ik ben werktuigbouwkundige. En jij bent getrouwd? Ik ben getrouwd met Maartje. Ook al een hele tijd? 6 jaar nou. Ja. Nou, dat gaat goed, hè, zo te zien. Prima. Je kijkt tenminste behoorlijk gelukkig. Ja, ik ben dolgelukkig met Maartje. Ik weet dat voetbal jouw passie was in het verleden. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Ik voetbal nog steeds bij FC Not. En soms ga ik nog wel eens kijken ergens bij Oosterwijk of bij Willem II. Ja. Dus nog steeds FC Not van nooit op tijd thuis. Geldt ook met voetballen? Ja, dat geldt ook met voetballen, ja. Zijn er nog hobby's of andere zaken die je leuk vindt? Nou ja, voetballen is er dus een van. Muziek luisteren of concerten bezoeken doe ik graag. En foto's maken die doe ik graag. Als er iets in het dorp te doen is, dan probeer ik er altijd wel bij te zijn met de camera. Dus meestal sta jij niet op de foto? Nee, meestal niet, nee. Ja. Okay. Zeg Elke, hoe kwam het dat je gekozen bent om boerenbruid te zijn? Hoe gaat dat? Jan de Bresser, de hamermeester van de commissie, die belde mij op en die vroeg of ik interesse had. En ik vond het eigenlijk wel leuk. Dus op zoek naar een bruidegom. Ja. En dat is gelukt zo te zien, hè? En maandag met carnaval, dan is jouw grote dag. Wat stel je daarbij voor? Nou, ik ben nu een aantal keren mee geweest met de boerenbruiloft op maandag. En het is eigenlijk altijd een heel gezellig feest. En we willen er nu eigenlijk alleen maar een groter feest van maken. En we hopen toch wat meer jeugd erbij te betrekken, aangezien wij toch het jongste bruidspaar zijn. Ja. Gerrit, en hoe voelt het om bruidegom te zijn? Ja, voor jou is dan voor de tweede keer? Ja, ik ben al een keer getrouwd, maar minder officieel dan nu geloof ik. Het is echt hartstikke leuk om bruidegom te zijn. Ik heb tot nu toe alleen maar leuke reacties en alles wat je is heel leuk om te doen. Is dit je eerste grote rol op het podium? Ja, het is de eerste keer, ja. Ja. En jij denkt wel dat dat lukt? Dat gaat lukken. Ik ben goed aan het oefenen. Elke, kun je iets vertellen over het losschieten? Want er is veranderd blijkbaar, hè? Voorheen gingen we altijd losschieten op het kerkplein. En nu starten we op de Lint. En vanaf de Lint gaan we dus de kroegentocht houden. En hoe laat begint dat? Komen ze eerst bij elkaar, geloof ik, hè?
Ja, om 7:30 verzamelen we. En dan vanaf 8:00 wordt er losgeschoten. En dan gaan we zo verder. En waar wordt er verzameld? Volgens mij gewoon voor de kiosk. Voor de kiosk. En dan gaan we naar het Leenplein. En ja, we gaan dan verder. We gaan de kroegentocht houden. En dan gaan we weer richting Willeke. En vanaf Willeke weer het dorp in langs alle kroegen naar het Leenplein toe. Dus jij moet ook alle kroegen mee af, Gerrit? Ja, denk het wel, ja. En is dat haalbaar? Want er zijn nogal wat die je tegenkomt, hè? Ja, maar dat moet lukken. Ja. Nee, dat is hartstikke gezellig. Ja. En waar eindigt het dan? Het eindigt bij het gelag. Wat gebeurt er op de zondag eigenlijk? Nou, op zondag gaan we eerst naar de mis, de carnavalsmis van Kans Plus. En van daaruit gaan we met de boerenfamilie verzamelen voor de optocht. Okay. En Gerrit, dan zijn we inderdaad bij de manen, zoals ik al zei. Hoe laat moeten de mannen bij elkaar komen en waar is dat? De mannen verzamelen bij ons. Bij jou thuis? Nou, liever niet. Nee, voorheen Labelle bij ons. En volgens mij om 11:30. En vanaf daar gaan we de vrouwen ophalen bij Willeke. En dan gaan we met de sjees naar de kiosk, waar de huwelijksplechtigheid plaatsvindt. En hoe laat beginnen de vrouwen? Want die kunnen er ook al van. Hoe gaat dat met jou? De dames komen mij eerst thuis ophalen en dan gaan we samen naar het vrouwencafé, naar Willeke, wat Gerrit al zei. En vanaf daar het vervolg. En waar vindt de trouwplechtigheid plaats en hoe laat is dat? Op de kiosk. Dan worden wij in de onecht verbonden en het is om 2:00. En daarna? Vanaf 2:30 is iedereen voor de receptie en het feest welkom in het gelag. En wat bedoel jij met iedereen? De mensen die bij de boerenbruiloft betrokken zijn? Of... Nee, echt iedereen. Iedereen die ook maar zin heeft in een feestje is van harte welkom. Heel Oosterwijk, omstreken, maakt verder niet uit. Zijn er nog dingen die je nog even willen zeggen over de dag en het feest en alles wat eraan komt? Ik hoop dat er heel veel mensen komen. En elke gaf al aan dat er veel jeugd dat er gezellig is. En iedereen die iets leuks bijdraagt, die is van harte welkom. We maken er met z'n allen een groot feest van. Elke, nog iets? Ja, volledig met Gerrit eens, inderdaad. Ja. Dan wensen wij jullie heel veel succes en wij zullen ongetwijfeld bij zijn op die maandag.